Maar ook gewoon lekker dit spelen met vrienden. Oh shit. Die zag ik niet aankomen. Wow shit, waar is die gast? Oh, dat is een mes, dat is een mes, dat is een mes. Achtervolging, persoon met een mes. Alle mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSPD Var en More. En vandaag ga ik op pad met deze Volvo V70 in GTA 4. 1, 2, 3, ja, 4. IV ook wel. In ieder geval, ja, ik vind het wel is grappig om te doen. En jullie vroegen al van, hey, waar blijft GTA 4 nou? En toen heb ik gezegd van ja, of toen heb ik niet gezegd en niet op gereageerd, maar daar wil ik dan wel een soort statement van maken. Namelijk dat ook dit, ik heb dit nu net even gedaan, of geprobeerd op te nemen, en ik ben het nu aan het proberen op te nemen. Zo, daar komen veel mensen uit het steegje. Dit is alweer de vijfde keer dat ik de game opstart, en dus ook alweer na vier keer dat ik dacht van, ik heb hier alweer geen zin meer in, want hij crasht steeds, hij, ja... Het werkt gewoon allemaal niet lekker mee. Hou je back, Dwayne, die gaat mij vandaag eigenlijk vaak bellen. Ik ben er wel achter. We gaan nu in ieder geval naar een drugsdeal. Geloof ik. En ja, GTA 4 is natuurlijk... Ja, het is allemaal wat raar, hè. Ik zit echt in mijn... Weer naar mijn scherm te kijken alsof die auto gewoon veel te veel naar rechts rijdt. Maar dat is denk ik ook omdat ik GTA 5 zo gewend ben. En het rijden is ja eigenlijk wel beter. Ik vind dat echt beter. Je hebt meer... Oh. Oh, ja. Tuurlijk. Je hebt meer gevoel over je auto hier. En je merkt van, oké, dit ga ik niet redden. En hij ligt gewoon lekkerder op de weg. Ja, ik weet niet. Ik vond rijden in GTA 4 altijd veel beter, hoor. Autogeluiden zijn lekkerder. Alleen ze gaan niet voor me aan de kant. Bussen gaan geloof ik wel voor je aan de kant. Oh shit, verkeerde knop. Ik ga dadelijk gewoon één keer die Dwayne trouwens opnemen. Of Dwayne, weet ik veel. En dan wijs ik hem af wat hij ook van me wilt. En dan belt hij schoen niet meer. Maar hier heb ik zo'n goede herinneringen aan, jongen, aan GTA 4. Clan tijd, surveillance is dan, hè. Maar ook gewoon lekker dit spelen met vrienden. Oh shit! Die zag ik niet aankomen. Ik weet ook niet meer hoe dat allemaal werkt, joh. Waar is die gast? Wow shit, waar is die gast? Hij staat achter mij. Hoe kan dat, huh? What the fuck, joh. Oké, jij gaat even op me. Hallo? Hey, Dwayne. Ja, ik heb nu getijdelijk. Ze zijn met een schietpartij. Nee, dankjewel. Ciao, ciao. Hey, we gaan even kijken. Ik had die gast helemaal niet door dat hij in dat busje zat, joh. Ik had geluk dat hij niet raak schoot. Maar we gaan dus nu naar die echte drugspartij. En die is daar achter PO. Hey, sorry collega's van de brandweer. Hij gaat vandoor, hij gaat vandoor. De verdachte gaat te voet vandoor. Hey, stop eens, staan blijven. Oh, dat is een bom. Die moeten we niet hebben. Staan blijven. Hoe werkt dit ook weer? Stoppen nu! Mensen raken in paniek als ik schiet. Wajowee, dat is moeilijk opeens. Kom op, meewerken. Ik ga niet op mij afrennen. Heel goed, je moet ze...
Het is gewoon Amerika hoor, ik los mijn hele magazijn op zo iemand. Meewerken. Amerika krijgt nu voor elkaar om te roepen, laat je handen laten zien. Niet bewegen. En dan schieten ze nu nog een heel magazijn neer omdat hij beweegt. Maar goed, verdachte uitschakeld. Dat is eigenlijk een ander. Wat wil ik zeggen? Ja, je moet zeg maar zorgen dat je het rode stipje niet, als je iemand wilt aanhouden, moet je door middel van de E op iemand richten op het moment dat het blauwe stipje in zicht is. Als het rode stipje, dan gaat hij sowieso niet meewerken. En bij het blauwe stipje, dan werkt hij misschien mee. En nu pakte hij opeens een vuurwapen nog uit zijn jaszak. We gaan nu meteen door naar een mugging. En dat is... Ik weet niet meer. Wat is er ook weer? Hier is iets leuks. Hoi. Oh, dat is een mes. Ik heb hem blijkbaar doodgemaakt. Nee, wacht, hij leeft nog. Hey, ik zit vast, shit, ik zit vast. Dat is gevaarlijk. Een mugging is geloof ik een straatroof of zo. Maar hij lijkt nog te leven. Hallo? Wat moet ik doen met Alt-E? Ik heb hier een dooie, kun je even, denk ik. Ja, dat ging... Dat ging zeg maar redelijk super. Hij wilde maar mijn auto trekken denk ik en me neersteken. We gaan nu meteen door naar een ordeverstoring. We pakken gewoon heel veel meldingen aan. Breach of peace of zoiets. Peach. Iemand veroorzaakt overlast. Moet je niet hebben. Weet je, ik blijf hier lekker gewoon van alle knoppen zoveel mogelijk af. We lossen het hier in GTA 4 gewoon op. We lossen het op en we rijden verder. We gaan niet proberen om een ambulance en een lijkschouwer en zo te komen. Of te laten komen, want... Zoals jullie misschien nog weten hoe erg GTA 5 of GTA 4 kon zijn. Hoi. Ja, we gaan nou wel even kijken. Goedendag mevrouw. Ja, wat kon ik ook weer met die mensen doen? Niks hè. Mevrouw wilde even op de straat of op de stoep blijven lopen. Dankjewel hoor. Zo, melding afgerond. Ah nee, je kon wel allemaal dingen. Jawel, je kon wel ID en zo vragen. Maar nu gaan we in ieder geval naar een schietpartij. Hier zou zijn geschoten of worden geschoten, zo te zien. Zijn geschoten, daar staat wel iemand. Ik kom ze mensen even natrekken. Maar die lijkt er niet bij te zijn betrokken. Oh, shit. Oké, nee, betreft loze melding. Ze gaan de melder natrekken of die misschien een valse melding heeft gedaan. Heb je het gesponden van de politie of van de ambu? En de gewone ambulance, maak even ruimte voor ze. Achter mij komt een collega van de politie. We beginnen wanneer een noodknop in die drugs om het door heb. Kan natuurlijk ook hè. Maar deze Volvo is gewoon mooier dan die in GTA 5 hè. We gaan nu naar een persoon die wordt gezocht en is gespot. Zet even cargo maar aan. Zo. Ik vind deze Volvo echt dik hoor. In GTA 5 heb je niet zo'n mooie Volvo. Ik weet dan niet wie dat ding heeft gemaakt. Ik denk Mark of zo van Markt van Prio 1 Gaming. Of ja. Van oeh, er is iets los hier. Ja, die rijdt hier. Ik denk van Den Dan. Nou, oh, daar rent hij. Oh. Nee, ga je nou mij schieten? Wie gaat nou... Laat de wapen vallen. Handen omhoog. Laat vallen.
Liggen. Ja, heel goed. Collega's aanhouden. Vier lijnen. Oké. Waarom kan ik niet meer nergens anders meer naar kijken? Even kijken of die collega nou... Ja, zie je, hij zat ook te schieten hoor. Dat mag niet. Een of andere rare gekkie. Oh, dat wordt geschoten hè. Verdachte aangehouden hoor. Alles onder controle, meldkamer. Geen gewonden. En we zetten ons weer op vrij. Ja, weet je, als het werkt is het toch wel leuk. Dus ik ga gewoon mijn best. Kijk, en we rennen dan. Wat een gekje. Kom hier. Boef. Ja, tuurlijk joh, we gaan maar kijken bij een fight. Stuur maar wat details. Yo. Oh nee, wacht, dat is... Oké, dan gaan we die aannemen. Melding is loos van het gevecht. Dan gaan we nu naar een melding overlast door zwervers. In ieder geval daklozen hier, dus automatisch zijn dat zwervers, ja. Toch? Oh, dat zijn er heel veel. Goedendag, heren. Ik weet niet hoe dit moet. U vraagt het gebied te verlaten. Ja? C, nee, B. E, T. Oh, wat doe ik? Oh shit, nu heb ik geen vuurwapen meer. Kut. Wat denk ik dat doen? T. Ja, oké. Okay. Ja, dan gaan we daar wel heen. Heren, ik ga jullie vragen het gebied te verlaten. Ik weet niet hoe ik dat moet doen. Oh, ze zitten we weer. Gewoon schieten anders. Ze reageren niet eens, joh. Iedereen reageert erop, hè. Kijk, iedereen raakt in paniek. Wie deed dat ook alweer? Oh, messen, 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 messen. Ja, laat vallen. Hé, hey, laat vallen de mes. Goed. Kom op, staan blijven. Achtervolging, persoon met een mes. Laat vallen. Staan blijven. Kom hier. Er zijn andere burgers die zich hiermee gaan bemoeien. Staan, waar ben je nou? Oké, mes, natuurlijk. Staan, blijven. Hondes. God. Moeilijk hoor. Was ze de hele tijd gewoon op die band. Ja, die was raak. Mes afpakken. Oh, joh, dit is veel beter dan GTA 5 hoor. Kijk, meteen aangehouden. Bam. Omdraaien. En meteen boeien. Ik doe niks hè. Dat doet hij zelf. Dit is... Ja, jongen, dit is echt veel beter hoor. Goed, de rest van de heren, die ga ik gewoon ook aanhouden. En die gaat dan ook vandoor ook, joh, wat een gek. Kom op, niet raar gaan doen, hè, vriend. Die gaat er gewoon vandoor, hoor. Dit gaat helemaal nergens over. Ik ga er gewoon vandoor. Ze zijn in ieder geval het gebied uit. Dat is het belangrijkste denk ik ook. Hé, hey, enkels. Nou even naar Noon. Want ik hou niet zo van donker in GTA 4. Oh, ah, X was het. We gaan eens kijken of de meldingen... Alles wordt code 4, ja zie je. Ik weet niet hoe het precies allemaal zit. Oh, oh, oh.
En weet je wat ik ga doen? Ik ga ermee stoppen. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Dat jullie GTA 4 weer grappig vonden. Wat ik ga doen, ik ga nu gewoon meteen een tweede aflevering erachteraan knallen. Zodat ik in ieder geval voor binnenkort... Omdat het nu goed gaat, hè, om maar even zo te noemen. Het gaat niet goed trouwens, dan krijg je meldingen meer, dom van me. Maar wat wel is, ik krijg in ieder geval geen citybug, hoe dat heet. Dus ik ga jullie graag zien over een paar dagen bij nieuwe video's als tijd. En tot dan. Doei!